Veel mensen vragen zich af, wat is het verschil tussen bomen planten en bomen inkuilen? Nou, dat is heel simpel. Bomen inkuilen is proppen. U ziet hier de beroemde perenbomen, waar we er nog 8000 van hebben ingekuild, om uit te planten vanaf november. Elk bosje zijn er 5. Die staan dicht op elkaar en inkuilen is alleen maar een manier dat de worteltjes niet verdrogen. En je ziet, ze staan heel dicht op elkaar. In feite, dit zijn 5 boompjes. En als ik ze zou planten, heeft zo'n boompje 2 bij 2 meter ruimte nodig. Dan zou ik er 1 hier neerzetten, 1 daar, 1 daar, 1 daar. Dat is planten. Zodat de boom uit kan groeien naar zijn grootte die hij wordt. En dit is inkuilen. Dit is alleen dat ze wat kracht opnemen van de zon, dat ze wat energie krijgen. En vanaf november gaan we deze bomen uitplanten in voedselbossen, klimaatbossen. En we gaan ze verder uitdelen.